Nou, beste kijkers van Pim, we staan hier vandaag bij de vuurtoren op Marken. En dit is de bewoner. Kunt u uw naam? Thijs Spijker. Wij wonen hier. Ik woon hier met mijn vrouw en de hond Darko. Ja. Okay. En hoe lang woont u hier al? Nou, dat is leuk. We zitten hier vandaag, nou eigenlijk gisteren, 10 jaar. Zo. Okay. Dus. Werd het nog gevierd? Of? Nee, nou ja. Maar hoe kwam je op het idee om in een vuurtoren te wonen, als ik vragen mag? Ja, hoe kom je op het idee om in een woonboot te gaan wonen? Dat, maar is het niet in een familie misschien? Nee. Het is, ja, het is een hele mooie plek. Ja. Ja. Oké. Ja, ik weet niet. Okay, het is gewoon de plek. Ja. En heeft deze vuurtoren ook nog een functie? Ja. Zit het ook nog? Ja, deze vuurtoren is officieel vuurtoren, categorie 2. Dus dat houdt in dat als je stuk is, als het lampje stuk is, dat die binnen 24 uur gerepareerd moet. Okay. Dus ik ben nog een baken voor de scheepvaart. Oké. Okay. En we kijken hier natuurlijk naar het mooie kruinende ijs. Ja, vanmiddag een beetje op gaan lopen hier. Dat, is dit het hoogste van wat u ooit heeft gezien of kan het nog veel hoger? Nee, het kan nog veel hoger. In 1984 lag hier die dam niet. Hier ligt, waar dat ijs ligt, daar ligt een stenen dam onder. En die stenen dam die fungeert als ijsbreker. En dat doet hij goed, dat heeft hij nu bewezen. Maar in 1984 lag die dam hier niet. Toen liep het ijs hier langs de vuurtoren, onder het dak door, naar de andere kant de slaapkamer in. Zo, de slaapkamer in? Ja. Oh, dat is wel heel koud hier dan. En in de jaren 70 ook hier tegen de kant aan en de hele de muur naar binnen gedrukt. Het ijs in de keuken en in de gang. Dus ja, wow. Er is hier wel wat gebeurd. Okay. Wij zitten hier nu 10 jaar, maar wij hebben nog geen ijzer tegen de toren aan gehad. Okay. Dus wat dat betreft, het is een beetje Russisch roulette, hè, kruiend ijs. Ja, maar hoe gaat dat dan kruiend ijs in zijn werk? Hoe gaat dat zo? Door de wind, snap ik, maar... Het is een factor van wind. Wind wakker, scheuren in het ijs en scheepvaart. Oké. Okay, er zit aan de andere kant, het is nou niet helder. Maar aan de andere kant is de vaargeul Amsterdam-Lelystad. Er zitten 4 ijsbrekers op het moment. En die binnenvaartschepen varen in konvooi van Amsterdam naar Lelystad of andersom. Ja, die maken dat ijsstuk, er komen scheuren in. En nu met deze wind, dat is een dikke windkracht 5. Ja. Uit de zuid vandaag. Ja, en dan op een gegeven moment gaan die platen die gaan verschuiven. En dat zie je ook, want je ziet daar verderop zie je een open water. Ja. Nou, dat is een plaat die gescheurd is. En die gaat zo heel zachtjes richting Enkhuizen, zeg maar. Die hele plaat, denk ik, over een uurtje is die hier niet meer. Oh, oké. Okay. Dat gaat snel? Ja, dat gaat heel snel. Het ijs is natuurlijk ook niet veilig nu. Nee, het ijs, ik vind sowieso dat het ijs niet veilig is geweest hoor. Want wat er op die Gouwzee gebeurd is, dat volgens mij kon het allemaal niet. Maar we zijn nu ook allemaal aan het schaatsen. Ja, ik weet het. Maar als je hier ziet, kijk naar beneden hoe dik het ijs is. Nou, dat is geen 8 centimeter hoor. Nee, zeker. Dus ik bedoel, en dat is op die Gouwzee, ja, misschien iets dikker, maar met al die mensen erop, ja, ik weet het niet. Ik ga er niet op in ieder geval. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor dit interview. Heel echt heel mooi uitzicht vanaf hier. Ja. En misschien tot volgend jaar. We zullen het zien. Ik denk dat er vannacht nog wel een beetje ijs bij komt. Ja. Dat het wat hoger wordt. Je ziet ook de eerste dam. Die is van vanmiddag 12 uur. Het eerste ritje. Het middelste ritje is van 1:15. En de laatste rit die er ligt. Je ziet allemaal, allemaal lagen. Allemaal lagen. Dat is van iets van 3 uur. 3:15. Zo. En dat, die allervoorste berg. Die naar het water toe loopt, die is van 10 minuten geleden. Okay. Dus jullie waren net te laat. Oh, jammer. Nah. Het kan zomaar zijn dat het zo weer begint te knetteren en gek doen hoor. Het is Russisch roulette, hè. Okay. Nou. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Mag ik jullie de hand schudden? Ja, hoor. Dankjewel.